Wat zit erin? Hé, hey, meid. Oh, kom op nou. Help me. Oh, nee. Mijn chips. Oeps. Sorry daarvoor. Mijn jeans. Oh, mijn fout. Of misschien is het wel goed. Ik heb een idee. Zie je deze vlekken? Laten we er overheen takien. Of beter gezegd, erover knutselen. Kijk maar, het plakt er zo vast. Gebruik er een heleboel van. Ik kan zelfs de zak gebruiken. Dat is pas een taki-thema. Klaar! Je ziet er geweldig uit, Legacy. Ik hou zo van blije ongelukjes. En ik hou van deze broek. Yes! Goedemorgen. Oh, kijk. Oh, mijn interview. Over 10 minuten. Dat kan gewoon niet. Maar ik heb het hier opgeschreven. En op mijn kalender. Wat is er mis met mij? Oh, wat moet ik dragen? Oh, zo. Maar dit haar. Ik heb volume nodig, mensen. Oké, daar gaan we dan. Bijna tijd. Hallo daar. Nee. Is mama wakker? Net op tijd. Mama! 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 Nu even niet. Mama, mama, mama! Niet nu! Mama, kijk! Oh nee, wat heb je gedaan? Doei! Oh, mijn interview! Oké, denk. Mijn broek. Ze zien me bijna toch niet. Het is perfect. Ik moet het alleen nog goed zetten. Tot nu toe goed. Zo, we zitten weer goed. Tijd om te beginnen. Hallo daar. Ik leef voor de topje. Zo chic. Dit oude ding. Bedankt. Ik ben dol op virtuele gesprekken. Ik ben dol op mijn tennisschoenen. Maar ze passen gewoon niet. Mijn hakken schieten te hulp. En dit is het speciaal paar. Zie je wel, ze zijn gewoon prachtig. Dat is pas een upgrade. Wauw. Maar hoe zit het met die kloof? Passen ze me niet? Oh nee. Maar ik heb een 37 besteld. Oh, dan maar tennisschoenen. Hallo, ik wil een klacht indienen. Oh, wat is dit? Mama's hoge hakken. Ze zijn zo mooi. Ik vraag me af of ze me zullen passen. Ik ben zo groot. Wow, wow. Wat nu? Ik wil dat ze passen. Hey, mama's make-up. Oh, wauw. Ik kan deze hierin stoppen. Het zijn hun kleine teenkussentjes. Ga, ben ik briljant of niet? Die passen zo gegoten. Nou ja, bijna dan. Ah, niet eerlijk. Tenzij, ik heb maar een paar dingen nodig. Bingo! Geweldig! Maar ik heb nog meer nodig. Tada! Perfect! Laat de lagen beginnen. Het wordt een beetje krap, maar dat is precies wat we willen. Tijd voor een testrit. En nog steeds te groot. Maar hoe? Ik ben zo gefrustreerd! Oh! Wacht eens even. Riempjes! Natuurlijk. Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht? Oké, hier komt het moment van de waarheid. Dit werkt echt perfect. Geweldig. Niet te geloven. Mama? Ik... Huh? Mama, kijk. Ik pas in jouw schoenen. Mijn bandjes zijn zoveel beter. Dat is best wel slim. Hoe dan ook, pardon. Zoveel goed spel. Oh, is dit vanavond? Wow! Oh, maar mijn kleren. Oh, fijn zeg. Ik heb iets veel chiques nodig. Oh, even kijken. Niets behalve spijkerbroek en t-shirts. Dit? Nee. Misschien paars? Oh, echt niet. En dit dan? Oh, mama! Oh, drum solo. Oh, hoi. Is dat een jurk? Dat heb ik nodig. Dit is mijn favoriete nummer. Mama, hallo? Mijn favoriete stuk. Die stem is als boter. Mama, nee! Stop de cyclus! Nee, nee, alsjeblieft, stop! Wat? Is alles goed met je? Laat ook maar. Lexi, ik wil er gewoon mooi uitzien voor het gala. Mijn kleren zijn zo oud als
toe, zie je wel? Oh, dat is jammer. Maar ik kan wel helpen. Ah! Echt waar? Je houdt van rood, toch? Wat dacht je hiervan? Blijf even stilstaan, goed? Het draait allemaal om zorgvuldig draperen. Verzamel het materiaal gewoon zo. Trek het er dan doorheen. Zo. Gaat! Zie je wat ik bedoel? Nu hebben we een riem nodig. Tada! Heel chic. Wauw! Nog één ding. Een beetje glitter. Dat brengt alles samen. Zo, klaar. Wauw! Oeh, dat lijkt er meer op. Is dit prachtig of niet? Mijn dochter is zo mooi. Dit mag je ook lenen. Bedankt! Doei! Dag, schat. Dat was veel. Wat is dat? Het glimt helemaal. Dit zou fijn geweest om te hebben. Ach ja. Klik op Vind ik leuk en abonneer je voor nog meer geweldige video's. Deze outfit staat me zo goed. Ik zou op de catwalk moeten staan. Ik moet even pronken met deze look. Huh? Wow, het is Annie. Tijd om mijn best te doen. Je ziet er geweldig uit. Ik moet me klaarmaken voor de les. Ik kon niet te laat komen. Wacht, Jake? Misschien kunnen we later afspreken. Iedereen kan er goed uitzien in een jurk. Hoeveel? Serieus? Lijkt erop dat ik een andere aanpak nodig heb. Hé, ik kan deze tas gebruiken. Ja, dit is goed genoeg. Laten we aan de slag gaan. Dit ziet er beter uit dan ik me had voorgesteld. Ik voel me zo glamorous. Maar ik moet nog één ding doen. Oh, hoi Jake. Ik moet gaan, Annie. Luna. Zo blij je te zien. Ik vind deze nieuwe look geweldig. Huh? Wat draagt zij nou? Lijkt wel een vuilniszak. Breien is zo ontspannend. Mam, moet je dit zien? Er is een schoolfeest. Laat eens zien. Vooruit, je mag gaan. Ik heb een nieuwe outfit nodig. Ik kan dit niet dragen. Laat me denken. Ik ben zo terug. Ik wacht wel. Dit feest wordt zo leuk. Mam? Wat vind je ervan? Ziet er zo schattig uit. Probeer het. Is dit een grap? Wat is er mee gebeurd? Er zitten gaten in. Dit kun je niet menen. Nee, ik ga dit echt niet dragen. Je kunt me niet dwingen. Ik dacht al dat je dat zou zeggen. Je begrijpt niets van mode. Ik zal nog eens kijken. Er moet iets zijn dat je kunt dragen. Misschien niet. Wacht even, wat is dat? Het is een stuk karton. Beetje stoffig, maar nog steeds goed. We kunnen er iets speciaals van maken. Oh, Annie. Wat ga ik doen? Dit zal al onze problemen oplossen. Weet je dit zeker? Er moet aan gewerkt worden, maar ik weet wat ik moet doen. Niet bewegen. Mam, wacht. Stop. Dit is zo vreemd. Ik ben een genie. Je ziet er prachtig uit. Wauw, hoe heb je dit gedaan? Het ziet er geweldig uit. Laat me nog één ding doen. Die bril doe me af. Wow, alles is zo wazig, maar ik voel me fantastisch. Ik ben net een model. Ik denk dat ik wat haar heb opgegeten. Bedankt, mam. Je bent de beste. Blijkt van wel, hè? Ik moet het moment vastleggen. Poseer. Ik kan maar beter gaan. Dag, mama. Ze groeit zo snel op. Woep, woep. Ik hou van dit liedje. Ik kan niet stoppen met dansen. Hoi, Brian. Wil je iets drinken? Oh, ja. Dit is een geweldig feest. Ik ben zo blij dat Brian hier is. Ik bedoel, kijk naar hem. Hij is perfect. Ik zou hem de hele dag kunnen zien bewegen. Wie wist dat hij ritme had en hij is zo schattig? Oh nee, mijn rok. Oh, het is verpest. Dit is een ramp. Wat ga ik doen? Wacht, ik heb een idee. Ik kan mijn shirt gebruiken. Ja, dit werkt. Bijna erin zien. Ik dacht dat dat zou werken. Ik werk me echt in het zweet. Oh, het wordt hier warm. Wacht, ik weet het. Ik moet snel zijn. Kom op, waar is het? Heb eens. Daar gaat hij. Ik maak het bovenste knoopje vast. Dan wikkel ik ze om mijn middel. Het moet perfect passen. Nu knoop ik ze aan elkaar. Ik moet mijn rok verbergen. Dat was het. Vervolgens zet ik de kraag omhoog. En ik doe een riem om. Dit houdt het op zijn plaats. Ik gebruik de kraag om het te verbergen. Maar hoe zit het met de mouwen? Oh, ik weet het al. Ik ben ze aan de achterkant vast. Wow, dit ziet er zo goed uit.
Oh, Brian, ik heb je frisdrank. Oh, dit is wat ik nodig heb. Oeh, ik vind de fit leuk. Ja? Wauw. Ik heb het zelf ontworpen. Ja, je ziet er tof uit. Wacht even. Dat komt me bekend voor. Waar is mijn shirt gebleven? Wat is er aan de hand? Laten we dansen. Klinkt goed. Leuk vinden en abonneren voor meer geweldige video's. Oh ja? Vertel me daar meer over. Oh, een momentje. Ik ben zo terug. Ah! Naomi, gaat het? Oh, mijn tanden. Er moet hier iets zijn. Hey, die oude dame heeft tanden. Ik regel dit. Joehoe. Oh, is daar iemand? Oh, ik hoop echt dat deze dingen passen. Oh. Oeh, voelt best goed. Het spijt me zo, David. Oh, wacht even. Bah. Dus, ik denk dat ik dit wel kan vergeten. Slaapt Betty nog? Dit is de perfecte grapkans. Iedereen wil meer haar, toch? Nou, misschien niet hier. Oh nee, ik denk dat ze wakker wordt. Tjoe! Dat scheelde niet veel. En ik moet niet vergeten om deze weg te halen. Dat haar blijft zitten. Haha. Oeh. Oh. Ik had dat dutje echt nodig. Ik heb in tijden niet zo goed geslapen. Huh? Wat zit er op mijn lip? Zit er iets op mijn gezicht? Oh, dit is een grap, hoop ik. Het is oké. Ik scheer het gewoon af. Waar is mijn scheermes? Oeh. Wacht, ik heb een idee. Ben ik hier een schaar kwijtgeraakt? Oeh, mijn kleine doos met handige dingen. Er moet hier iets nuttigs zijn. Mijn epileergadget. Geen reden waarom het niet op mijn lip kan werken. Laten we het proberen. Het voelt alsof het haar eraf komt. Ja! Mijn huid is zo droog vandaag. Is dat de crème van Naomi? Tijd voor een formulewijziging. Ah, ik kan de borstkas niet vergeten. De huid is daar zo gevoelig. Oh, dit gaat interessant worden. Ah, ik denk dat ik me maar beter voor vanavond kan voorbereiden. Oh, wat komt er aan mijn badjas? Borsthaar? Maar hoe heb ik... Hoe is dit gebeurd? Oh man, is het al ochtend? Ik heb de beste droom ooit gehad. En ik ben zo klaar voor het ontbijt. Wat een nacht. Ik moet maar uit bed. Zal wel. Tijd voor ontbijt. Oké. Ben je al aangekleed? Waarom? Huh? Oh, Naomi. Jij en je slaapkopje. Oké, ik ga. Paars staat je altijd goed. Yep. Ik hoef in ieder geval geen BH te dragen. Wacht, is dit ding achter ze voren? Ik zie niks. Oh, dat was even schrikken. Ah. Tadaa. Ik denk dat ik dit beter maar kan kammen. Oh, zoveel klitten. Phew. Jeetje, Betty. Dat was echt snel. Hè? Ik kan ook vlechten, weet je. Wacht, hoe begin ik ook alweer? Oh, Naomi. Hey, ik heb tenminste geprobeerd. Laat mij helpen. Oké, prima. Niet aanraken. Ik snap het. Hey, wacht even. Deze gadget zou je moeten helpen. Hier.
Wauw, dat denkt hij er gaaf uit. Haak hier gewoon wat haar in en trek het door alle drie de gleuven. Dan doet de machine al het werk. Zie je? Geen klitten. Oh. Waarom het niet versieren met wat kralen? En waarom daar stoppen? We kunnen overal vlechten maken. Ja. Oeh, kralen. Meisjes die samen vlechten blijven bij elkaar. Laten we nu gaan. La 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 la. Wie is hier fris en schoon? Deze meid. Joepie. Ja. Wauw, het lijkt net alsof ik met mijn vinger in een stopcontact heb gezeten. Hoe is het zo pluizig geworden? Oh, wacht eens even. Wat draag je op je hoofd? Het ziet eruit als een roze olifantapparaat. Behalve dat het aan je hoofd vastzit. Nee, het is gewoon een geniale haarhek. Deze lokken zijn zijdezacht, baby. Oh, maar mijn haar is zo pluizig en verdrietig. Hier. Bedankt. Oh, oké, laten we eens kijken. Zet het gewoon over het hoofd. Ah. Zorg dat het goed strak zit. Dek vervolgens het droog mondstuk af. Zo, lucht inkomend. Wauw, het gaat echt omhoog daar. Ah, eens kijken of het echt heeft gewerkt. Klaar. Klaar. En los. Woe, het voelt geweldig. Alsof ik net terug ben van de kapper. En maak je geen zorgen, mijn outfit is klaar. Zie je? Oké, meid, laten we op pad gaan. Ik denk dat onze auto hier is. Ik mag voorin. Ha, die emoji is echt tof. Oeh, hey, kijk hier eens naar. Leo heeft zijn haar geknipt. Zo knap. Ja. Stuur hem een selfie. Oké. Laten we eens kijken. Bah. Wat? Ik wist niet dat mijn kin er zo uitzag. Ik denk dat het gewoon een slechte hoek was. Lachen. Zo. En? Mijn hemel, deze is nog erger. Ik denk dat ik een gezichtstransplantatie nodig heb. Oh, nee. Geef hier, ik help je. Open gewoon je foto-editor-app. En met een paar kleine aanpassingen... Wat? Geloof me. Kijk, dat is beter. Zie je? Ik denk dat je een bril nodig hebt, meid. Je denkt dat je grappig bent, hè? Maar ik voel me nog steeds super lelijk. Ah, het is oké. Wacht even. Ik heb alleen mijn favoriete kleine gadget nodig. Oké, Naomi. Alsjeblieft. Check dit prachtige gezicht. Ja? Neem me niet kwalijk. Wil je dat ik dit ding draag? Oké. Ha, je schuift het er maar over. Zo? En wat doe ik nu? Ik voel me precies hetzelfde als eerst. Ik ga er vandoor. Oh. Bah, ik zie eruit als een monster. Ik ben een hopeloos geval. Haal het eraf. Rustig aan. Wacht 5 uur, oké? Laten we gaan zitten. Oh. Hoe laat is het? Ik denk dat ik dit nu eraf kan halen. Oh. Dit kan er maar beter goed uitzien. En? Mijn gezicht is super strak. Hoe lang heb je dat opgehad? Nee. Maak geen foto. Oh jeetje, wat heb ik gecreëerd? Oh, een berichtje. Wat is dat ding? Gadver. Denk je dat hij het leuk vond? Oh, waarom heeft hij me geblokkeerd? Ik denk dat mijn tranen vastzitten in mijn ogen. Laten we proberen wat make-up op te doen. Oh, dit is misschien moeilijker dan ik dacht. Nee! Hebbes, ik heb maar 1 vinger nodig. Oh,
zo slordig. Bah, goor. Ik leg het gewoon op mijn gezicht. Hé, dat is niet zo slecht. Tof. Je hebt maar één hand nodig om het in te wrijven. Hoop dat het niet te veel is. Ah, zo, ik denk dat het nu ingewreven is. Tijd voor de lippen. Oh, daar gaan we. Oh. Snel, laat het niet druipen. Oeh. Ik denk dat dit is waar mijn lip begint. Oeh, oké. Ik kan dit. Hey Betty, hoe is het? Oh, heb je de laatste tijd in de spiegel gekeken? Je ziet er enger uit dan een clown. Kijk zelf maar. Hoezo? Oh, wat heb ik gedaan? Bah. Het is oké. Maak je niet druk. Veeg gewoon. Overal. Bah, zo'n rommel. Het enige wat je nodig hebt is een beetje hulp bij het blenden. Wauw, ik wist niet dat dit soort dingen bestond. Doe gewoon de make-up op de borstel en leg hem dan tegen je gezicht. Het doet al het mengen voor je. Oh. Wauw, dit ding is een redder in nood. Ik ben weer mooi. Oh, en voor je lippen probeer dit eens. Zet het dan tegen je lippen. Zo. Oké. Denk ik. Oeh. Het is gelukt, hè? Top. Oh, bijna vergeten. Wat doe je daar? Oh. Mijn wenkbrauwen, zie je? Oh. Ik krijg gewoon geen rust. Ik ben dol op deze nieuwe nagellak. Oh, laten we eens kijken. Ah, hey. Je maakt een grapje. Echt waar? Oh, dat is niet goed. Ik hoop dat het geen vlek achterlaat. Het zal wel. Ik maak het gewoon af. Wat zei hij dan? Echt? Oeh. Wat heb je hem verteld? Want ik zou in paniek zijn geraakt. Oh nee. Oeps. Ach ja. Ik ben thuis, schat. Oh. Oh, mijn shirt. Wat is dit in hemelsnaam? Je kunt maar beter beginnen met praten, Naomi. Oh. Genoeg. Kan je dit uitleggen? Het was een ongeluk. De fles vloog gewoon opeens en morste. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik zei dat het moest stoppen, maar het had een eigen wil. Zo raar. Gek verhaal, toch? Hoe dan ook? Nou, kom met me mee. Ik laat je zien hoe we dit kunnen oplossen. Ongelukken gebeuren, maar we moeten gewoon voorbereid zijn. Gebruik dit gewoon. Ik snap het niet. Oh. Zo? Doe ik het goed? Wees niet belachelijk. Je steekt er je vingers in, gekkie. En het houdt je nagellak vast. Oh. Wauw. Het is veel moeilijker om op deze manier te morsen. En je kunt gewoon concentreren op je nagels. Zie je hoeveel makkelijker dat is? Ja. Zeg hem nee. Ik doe het gewoon voor je als je het niet doet. Je hoorde me. Ik denk dat mijn werk hier gedaan is. Is het al ochtend? Oh, jeetje. Dat was nog eens lekker slapen. Maar ik moet aan de slag. Wauw, sinds wanneer heb ik een miljoen mee-eters? Oh, help! Oh nee! Naomi, kijk naar mijn gezicht, ik ben afschuwelijk. Wacht! Ik ga ze gewoon allemaal uitknijpen. Nee, niet doen! Wacht even. Oh, ik moet hier iets hebben liggen. Oh, misschien kan ik ze gewoon allemaal bedekken. Hier,
Het zuigt ze zachtjes voor je uit. En het laat ook geen littekens achter. Zie je? Ze komen uit je poriën. Oh, dank je. Oeh. Wow. Een schoonheidsverkiezing? Yep, ik doe mee. Ugh. Ik wil geen enkel haartje op dit gezicht over hebben. Oorwas, weg deze. Wow, jeetje, ik word misselijk. Nu zul je zeker winnen, natuurlijk. Oh, ik heb ook wat schoonheidsheks hoor. En ze kosten me geen cent. Zie je hoe vindingrijk ik ben? Deze banaan is meer dan alleen mijn ontbijt. Zorg ervoor dat je het ietsje uitveegt. Ziet het er niet mooi uit? En nu wat kleur. Een mooie paarse tint. Dit ziet er best goed uit. Ik ben klaar voor mijn fotoshoot. Ha! Tijd om mijn haar in te vlechten. Ik hoef maar een klein deel hierin te stoppen en het vastmaken aan deze haakjes. Nu goed vasthouden, haartjes. Jullie gaan op reis. Tweede stuk, klaar. En het derde ook. Wow, kijk dat ding eens gaan. Waarom zou ik ooit iets met mijn handen doen? Dit ding doet al het harde werk voor me. En geen knoop te vinden. Bijna klaar. Ik moet deze jongens alleen nog maar vastbinden. Jij gaat nergens heen, hoor je me? Zo, mijn haar ziet er prachtig uit. En deze hoofdband is de perfecte toevoeging aan de look. Ik heb zoveel talent. Ach, ik moest echt naar de wc. Ik voel me echt een nieuwe vrouw. Oké, waar was ik nou? Wow! Waar heeft Naomi al die vlechten gekregen? Ik wou dat ik dat ook had. Dit is toch niet mijn gezicht, toch? Mijn haar is zo stom. Ugh. Oeh. Mijn wc-papier. Hier kan ik wel wat mee. Ik hoef het alleen maar in een dunne strook te vouwen. Ik ben er bijna. En nu dat gedaan is, vouw ik het nog een keer op. Precies zo. Nu het lastige deel. Zo. Tijd om te krullen. Begin aan de onderkant en rol het naar boven toe. Ga zo door en bind het aan de bovenkant vast. Zorg ervoor dat het mooi strak zit. Volgens mij zit ze allemaal bevestigd. Hoe lang gaat dit nog duren? Ugh, ik verveel me zo. Ik moet iets doen. Yes, ze zijn klaar. Oeh, een krul. Nog maar een paar lokken te gaan. En... Wauw, kijk op deze prachtige krullen. Het is net of ik uit de salon ben gestapt. Wacht eens even, was dit al gebruikt? Volgens mij zal niemand het merken. Wauw, kijk al dat snoep. Daar zou ik wel een stuk van willen. Maar ik heb alleen wat ik meegenomen heb van huis. Ach ja, tijd voor het oude coco in de yoghurt truc. Smaakt lekker, maar het is zo saai. Nee, kan er wel mee door. Uw lunch, mevrouw Naomi. Ach, ga nou maar weg. Wauw, een persoonlijk bezorgde lunch op een zilveren dienblad? Het is voor mijn make-up routine, gekkie. Eerst komt mijn foundation. Deze borstel brengt het allemaal mooi glad aan. Het is veel beter dan gewoon je handen gebruiken. Zie hoe het overloopt in de huid? Het is tegenwoordig de enige manier waarop ik make-up aanbreng. Oké, volgens mij ziet dit er wel goed uit. Oh, zo leuk om te kijken. Oeh, ik heb hier zo'n zootje van gemaakt, hè? Wacht eens even. Ik kan iets voor mijn handen gebruiken. Wat kan ik gebruiken? Oh, dit ei is mooi en glad, toch? Ik leen dit wel gewoon eventjes. Hé, waarom ook niet? Dit ding werkt echt als een make-up spons. Het is veel gladder dan met mijn vingers. Gelukkig past deze yoghurt bij mijn huidskleur. En hoe ziet het eruit, Naomi? Wacht, ik kan je niet zien. Geef je mijn duimpjes omhoog? Wacht, geef je me nou 2 duim omlaag? Oh, je ei! Oh, dat is makkelijk uit te leggen. Oeh, hoe is dat hier nou gekomen? Het is oké, dit ding zal alles beter maken. Ik ben er klaar voor. Kom op, gebeurt er wel iets? Het voelt niet alsof het beweegt. Is het weg? Oeh, tijd om het
tanden eens goed te poetsen. Ik heb veel extra tandpasta nodig. Oeh, ik voel me nu al frisser. Weg deze paars. Man, ik hou van dit ding. Kijk eens naar deze prachtige witte tandjes. Oeh, wat zit er in dit mooie gouden doosje? Iets met glitters, hoop ik? Volgens mij kan ik wat glitter toevoegen in mijn mond. Ik moet alleen mijn bovenlip omhoog trekken. Zo, ik ben klaar voor wat juweeltjes. De voortanden verdienen de eer, denk ik wel. Of misschien alle tanden. En, wat vind je ervan? Wauw, ik ben dol op je tanden. Zo mooi. Jouw tanden kunnen echt wel wat hulp gebruiken. Zo geel. Naomi, wakker worden. Kom op, Naomi, word wakker, alsjeblieft. Is er iemand thuis? Hallo? Naomi! Moet ik iemand bellen voor hulp? Oeh, er zit iemand op verrotte eieren. Hé, hey, wat is er? Het is je mond. Ugh, zo gênant. Ik heb wel een tandenborstel, weet je. Ik poets mijn tanden wel gewoon even. Oeh, deze borsteltjes zijn stug, zeg. Beter? Nee. Oh, man. Wacht even. Ik kom zo terug. Let maar niet op mij, oma. Ik leen gewoon deze even van u. Phew. Kijk toch eens naar deze witte tanden. Passen ze? Oeh, beetje strak. En? Wat vind je ervan? Ze passen wel bij me, toch? Het is prima om jaloers te zijn. Ik hoop echt dat mijn eyeliner hierin zit. Er is maar één manier om dat te kunnen doorzoeken. Zo, dat is beter. Gevonden! Ik moet gewoon een kleine wing maken. Oeh, zijn ze wel hetzelfde? En nu? Waarom is dit zo moeilijk? Het is een noodgeval. Oké. Zij heeft ook altijd iets. Hier. Ugh, laten we opnieuw beginnen. Oh, het is er al. Voor mij geen rommelige eyeliner meer. Niet met deze handige tool. Nog maar een paar stappen. En zo. Licht is al op. Best gaaf, toch? Het is net speciale robot-make-up of zo. Dit ding is mooi genoeg voor een koningin. Yay! Oeh, ik heb ook wel wat gadgets. Eens even kijken. Zit hier wat moois bij? Ik was vergeten dat ik zoveel verf had. Oké, deze potloden werken zeker. Oef, ik was mijn bril even vergeten. Oké, ligt het aan mij? Of is dit spul onzichtbaar? Dit is hopeloos. Ik zal nooit zulke mooie oogmake-up hebben als Naomi. Ik gebruik deze verf wel gewoon op papier. Oh. Wacht! Het antwoord ligt al de hele tijd voor mijn neus. Verf de hoek van een plastic Ziploc zakje. Gebruik verschillende kleuren, net zoals dit. En nu komt het leuke deel. Druk het gewoon tegen je ooglid. En nu het andere ooghoek. Ziet het er goed uit? Echt wel? Mijn is beter. Als jij het zegt hoor, maar mijn is super gaaf. Serieus? Ugh. Wauw, kijk toch eens naar die volle lippen. Mijn zullen er nooit zo mooi uitzien. Ze zijn gewoon normaaltjes en plat. Kom op, word voller. Zal het hier dikker worden? Waarom blijft deze bovenste niet mooi vol? Ugh, ik plak ze wel gewoon vast. Wie zou dus je lippen niet willen zoenen? Ugh, niemand. Wat zuigkracht zou me vast helpen. Oh. Wat doen? Dit ding zit echt heel vast. Oké. Dit is hopeloos. Oh. Pfiouw. Wacht. Mijn lippen. Ze voelen zo vol. Niet te geloven dat die hack echt gewerkt heeft. Oeh, zo lekker. Ik heb me nog nooit zo aantrekkelijk gevoeld. Nou, als het bij mijn lippen werkt... Laat ik dan ook dit achterste wat voller maken. Ja, gebeurt er al iets? Kom op. Wat is zij vreemd, zeg. Dus, laten we eens kijken wat we hierin hebben zitten. Het is zo schattig. Kom hier, kleine. Wat ben je toch zacht. Hier komen. Hou ze even voor me vast. Dus, dit is waar ik op hoopte. Eens kijken. Het masker lijkt op een poesje. Oeh, wat voelt het fijn op mijn huid. Past perfect. En mijn vingers dan?
Of liever, mijn pootjes. Miauw, dit voelt geweldig. Ik zou er wel van kunnen spinnen. Maar ik doe het niet. Wauw, kijk deze mooie volle lippen. Mwah. Leuk toch? Maar we kunnen nog veel beter, zie je? Wauw, nu wil ik. Hey, niet slecht. Laten we ervoor gaan. Hey daar, ik weet het, ik zie er geweldig uit. Maak een foto, die gaat langer mee. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Wauw, zoveel aandacht. Vind je mijn haar leuk? Ik heb het zelf gesteld. Dus, welke look vinden jullie mooier? Nou zeg, dit is een moeilijke, hè? Wacht, over wie hebben ze het? Dus, we hebben een besluit genomen. Oké, dames. We hebben besloten. Maak daar maar één winnares van. En nog een winnares. Deze schoonheidsverkiezing is gelijk gespeeld. Hey, wij vinden het goed hoor. Tijd voor een ontspannende douche. Hier heb ik naar uitgekeken. Ah, het voelt zo goed. La 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 la, zingen in de douche. Ik zou een popster moeten worden. Die is van mij. Tijd om af te drogen. De look is geweldig. Het is net mijn eigen kleine regenboog. Bijna tijd om te gaan. Ik kan me maar beter klaarmaken. Hoe ziet mijn haar eruit? Misschien moet ik iets nieuws proberen. Wacht eens even. Ik weet nog wat er de vorige keer gebeurde. Auw, dat deed pijn. Waarom blijf ik dit doen? De kabel zit vast. Ah! Huh? Wat? Wat is er gebeurd? Nee, dat is niet goed. Ik gebruik dit nooit meer. Er moet een manier zijn om krullen te krijgen zonder blessures. Misschien kan ik deze knijpers gebruiken. Het is proberen waard. Ik leg mijn haar over het droogrek. En dan draai ik het om de spijlen. En dan gebruik ik de knijpers om het vast te zetten. Zo, nu hopen dat het werkt. Ik zie er misschien belachelijk uit, maar het zal het waard zijn. Oké, laten we die prachtige krullen zien. Dit voelt grappig. Wauw, mijn haar ziet er fantastisch uit. Tijd om te gaan. Wauw! Waarom wil deze stelt ook me pijn doen? Kijk hier. Wauw, kijk die armband. Wat, dit oude ding? Hij is zo zwaar door alle diamanten. Mooi, ik moet even mijn haar naar achter doen. Vind je mijn oorbellen mooi? Wauw, ze zijn prachtig. Ik ben zo jaloers. Nou, kijk hier maar eens naar. Indrukwekkend, nietwaar? Dat is alles? Nou, ik heb een glimlach van $1 miljoen. Niet te geloven. Oh, ik weet het al. Hier, dit zal ze van onder de indruk zijn. Juwelen in mijn haar. Wat vind je hiervan, Luna? Oh, alsjeblieft zeg. Huh? Dat hoort niet te gebeuren. Oh nee, hij is eruit gevallen. Dit is zo gênant. Kijk hier. Wow, wat is dat? Je bevestigt gewoon juwelen in je haar. Het is heel simpel. Er zijn verschillende kleuren. Wauw, dat is geweldig. Ja, hè? Ik hou van deze stijl. Maar, mijn haar is zo saai. Wauw, het is zo fel hier. Ik kan niks zien. Mijn ogen. Dat is beter. Oh, wauw. Kijk die kapsels. Zo mooi. Ik kan wel een nieuwe look gebruiken. Maar wat? Laten we eens wat proberen. Ik heb deze schaar nodig. Daar ga ik. Dapper zijn. Het is slechts haar. Nee, dat zou ik niet doen als ik jou was. Geloof me, bij mij is het ook misgegaan. Geef de schaar maar hier. Dat ging maar net goed. Zo krijg ik nooit een nieuw kapsel. Of toch wel? Ik heb een idee. Ik gebruik dit elastiekje om mijn haren vast te maken. En dan trek ik hem naar voren. Nu vlecht ik de rest van mijn haar. Dit gaat er zo goed uitzien. Bijna klaar. Die achterkant is bijna klaar.
Nu moet ik het haar van de bovenkant scheiden. En dan stop ik de vlecht erin. Ik trek hem er helemaal doorheen. En nu de pony. Ik gebruik mijn steltang om de pony netjes te maken. Een beetje warmte is alles wat we nodig hebben. En dan verspreid ik hem. Zo, het ziet er goed uit. Ik zou in een tijdschrift moeten staan. Wat heb je met je haar gedaan? Ik begrijp het niet. Ik heb de schaar nog. Ik ben gewoon een goede stylist. Wauw, wat heb ik heerlijk geslapen. Oh, daar is mijn avondsnack. Oh, is dat vandaag? Oh nee, ik ben te laat. Ik moet opschieten. Wow, mijn haar is zo vettig. Dit ziet er niet goed uit. Wat ruik ik? Ik moet echt mijn haar wassen. Wacht, waarom komt er geen water uit? Joehoe, water. Ik weet dat je erin zit. Wat moet ik nu doen? Misschien kan ik dit talkpoeder gebruiken? Ik schud gewoon wat bovenop mijn haar. En dan wrijf ik het in. Dat werkte perfect. Het talkpoeder heeft het vet verwijderd. Mijn haar ziet eruit alsof het net gewassen is. Nu ben ik klaar voor mijn foto. Tjoe! Gezondheid. Oké, ik moet gaan. Wat een goed feestje. Oh, hij is zo knap. Hey, goede moves heb je. Oh my god. Serieus? Wat heeft zij dat ik niet heb? Misschien moet ik meer met mijn haar spelen. Je bent zo'n goede danser. Waarom werkt het niet? Het is zo oneerlijk. Ik kan er niks aan doen dat mijn haar niet lang en golvend is. Gaat het? Wat is er? Ik wou dat ik jouw haar had. Dit? Dit heeft het allemaal met de stijl te maken. Laat me je helpen. Als eerste doen we dit elastiekje uit en we plaatsen hem een beetje hoger. We maken de paardenstaart hier. Dan doen we de zijkant omhoog. We gebruiken een ander elastiekje om ze aan de paardenstaart vast te maken. Nu goed vastmaken. Dit is zo'n goede look voor jou. Wat vind je ervan? Dat meen je niet. Is dit mijn haar? Dank je. Je bent de beste. Kom, laten we dansen. Hé, je bent terug. Wauw, dit is de beste avond ooit. Gooi dat haar naar achteren, meid. Woehoe! Meiden, kunnen jullie voorzichtig zijn? Een beetje haarspray. Ogen dicht. En mijn meesterwerk is klaar. Wat vind je ervan? Het is, anders. Wacht, goed of slecht anders? Hoe kun je dit doen? Geen zorgen, ik kan het goed maken. Iedereen houdt van rozen. Tada! Echt waar, ik zie eruit alsof ik door een struik ben gesleept. Maar dit is mijn specialiteit. Ik moet hier wat aan doen. Wat kan ik gebruiken? Deze klem kan vast handig zijn. Ik weet wat ik kan doen. Als eerste doe ik mijn haar in een paardenstaart. Dan schuif ik het elastiekje een beetje naar beneden. Ik scheid mijn haar en duw de paardenstaart er doorheen. Met de haarklem zet ik het vast. Wauw, dit staat me goed. En het was zo gemakkelijk. Wauw, hoe heb je dat gedaan? Dat is genoeg. Ik geef het op. Ik ben er vandoor. Huh? Wat is haar probleem? Het was slechts een haarklem. Dat was zo'n goede wedstrijd. Het was niet gemakkelijk. Ik ben kapot. Het was een goed team. Maar wij waren beter. Echt wel? Heb je mijn gooi gezien? Wat doe je? Ik krijg dit elastiekje niet uit mijn haar. Auw, ik trek mijn eigen haren eruit. Dit gaat pijn doen. Wow, niet zo snel. Probeer deze kokosolie. Het helpt echt, ik beloof het. Wacht, ik ga het proberen. We druppelen wat op het elastiekje. En dan trek je het voorzichtig naar beneden. Het elastiekje glijdt er gewoon vanaf. En mijn haar voelt zo zacht en ruikt heerlijk. Het is net conditioner. En vergeet deze niet. Oké, ik moet er vandoor. Doei. Doei, Sophia. Wauw! Oh, dat doet vast pijn.
Moet ik een ambulance bellen? Het gaat wel. Ik ga hier gewoon even liggen. Auw. Vond je deze ex handig? Zorg ervoor dat je deze video deelt met je vrienden. En abonneer je op ons kanaal, zodat je nooit meer een video mist.